deze camera zit in de zaal. Daar gaat de thee. Oh. Let it snow, let it snow, let it. Dus daarom kan ik wel janken. Heb je snot? Ja. Maar ik zei dat ik boven was. De beer is gevallen. Oh, leg hem op je bed. Mama gaat even de beugel eruit halen. Huppatee. Huppatee. Goedemorgen en welkom bij vlogmas nummer 4 alweer. Vlogmas nummer 4. Yay. Sinterklaas kijken. Oh, nee, Sinterklaas is al weg. Zo, oh, ik ben net wakker. Het is 8 uur. Oh, oké, okay, dan doe je wat anders. Het is nu... Ja. Het is nu 8 uur. Nick en Alexia zouden naar voetbal gaan. Ik zou eerst meegaan. Dat hebben we toch maar niet gedaan. Want Memphis was gisteren om 5 uur 's nachts wakker geworden. Ja. Het was om 5 uur. Nee, die hoeft niet. Wacht, ik ga even Memphis helpen hoor. Want ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik ging gisteren de hele tijd hoesten en om 5 uur was hij wakker. En het regent vandaag weer de hele dag. Dus ik denk, nou dan ga ik hem niet aandoen. En een hele week school, weet je, hij is kapot. Dus wij zijn nu lekker thuis. Ik ga lekker rustig opstarten, ontbijten en zo. Mijn visje. Oh, zo'n fijn gevoel zonder die beugel in. Oh, ik moet vandaag ook even tandpasta halen. Want het is het enige wat ik nog heb. Dit kleine mini beetje. Skandalig. Oh, komt hele klol eruit. Heb ik al zo weinig. Echt, ik maak nooit meer thee voor dit kind. Herinner me dat ik nooit meer thee maak. Hij drinkt het nooit op. Letje heeft wel netjes zijn bed opgemaakt, hè? Nee, die is niet, die is van gisteren. Die gaat mama opruimen. Beneden ga ik lekkere verse thee maken, ja? Hé, hey, wat is dat? Bed te maken van een muffins. Ja, we gaan je bed opmaken. Gaan we dat samen doen? Dan gaat de thee. Ja, en dan gaan we even jouw dingen uitkloppen zo, kijk. Zo. Zet hem zo neer. Goed zo. Kijk, en dan doen we daar in. Nee. Wacht even. Doe mama deze kant. Mama, deze kant. Doe maar de diertjes. Dit is mama. Dit is 1. En de andere. Dat is 2. Dat is 2. Goed zo, man. Neem jij de telefoon mee voor mama? Ja. Oké, kom naar beneden. Oh ja, even die vieze thee van gisteren meenemen. Oké, loop maar, schat. Yeah. Geef je meteen als een bal. Ja, dit doet dit de paper. Ready, kijk op hem op. And since there's no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh. Yay, kijk eens wat gezellig. Wauw, wat goed. Ik heb een klein stukje gesneden. Wil je voor mama een hamburger maken? Dat vind ik wel lekker. Ja, met een patatje. Met patatje. Oh, je neus, schat. Zo, ik heb gewoon even een broodje met jam gedaan. Lekker. Love it. En een theetje met honing en sojamelk. Echt de best. Dit is wat ik aan het kijken ben. Lover of loser. Memphis is een beetje ziek, wat ik al dacht. Aangezien hij 5 uur 's nachts uit zijn bed kwam. Jankend en al. Oh, ik zie er ook echt schön uit. Ik wacht tot Nick thuis is. Alessio is kampioen geworden. Ik vind het super goed van hem. Ik had net wat filmpjes gekeken. En ik ben gewoon echt super trots op ze. Zo leuk. Als ze thuis komen ga ik even mijn videootje editen. En dan ga ik even kijken wat ik de rest van de dag ga doen. Ik kan serieus nu echt wel janken, hè? Echt janken, gewoon keihard als een baby, janken en snikken, alles. Ik had dus, ik zal even bij het begin beginnen, er is dus echt, er was dus hoop. Ik begon met edit en ik dacht, jee, hij is bijna af, ik ben vandaag echt vroeg klaar. Ik kreeg een melding op mijn laptop met, oh my god, je geheugen staat vol, je geheugen staat vol, je geheugen staat vol. Kon ik niet mijn video op mijn laptop zetten, dacht ik, oh kut, dat ga je niet menen. Nou, ik wat dingetjes verwijderd. Je MacBook geeft dan aan wat je het beste kan verwijderen, wat je lang niet gebruikt. Dus daar zat ik in, dus ik had een paar dingetjes, maar nog steeds niet. Mijn geheugen was nog steeds niet goed genoeg. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga wel verder. Dus in Final Cut Pro zeg ik dat mijn bestanden echt driedubbel gekopieerd blijven of zo op mijn laptop. En
er stond iets van 138 giga, I don't know. Ik snap al die dingen niet. Maar in ieder geval, het was veel wat mijn laptop dus aan geheugen kwijt was. Dus ja, ik dacht heel slim te zijn. Nou weet je wat, ik pak die hele lijst met heel veel gigabyte en ik verwijder het gewoon. Ik ben er zo klaar mee. En toen was echt alles weg. Dus ik heb net een gedeelte van mijn vlog helemaal weer opnieuw in elkaar moeten zetten. Maar mijn intro ben ik dus kwijt. Want die filmpjes wat ik heb gefilmd van mijn intro ben ik dus ook kwijt. Ik ben gewoon alles kwijt. Dus ik ben echt gewoon de Sjaak. Echt gewoon motherfucking de pineut. Dus daarom kan ik wel janken. Dus ik heb nu een intro van een oud filmpje gepakt. Download op mijn computer geknipt. Maar hij is niet zo zuiver als de originele. Dus ik denk dat ik hem maar opnieuw ga filmen. Morgen of zo. Ik heb hem nu tijdelijk maar even zo. En ja, ik weet ook niet wat ik nu moet melden. Ik ga nu douchen, want ik loop nog steeds in mijn kloffie. Het is al bijna 4:30. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb ook niks voor vandaag gefilmd, omdat ik zo gefrustreerd en boos was. Dus ik kan maar janken, ja. Maar ja, met janken lossen we niks op. Dus het beste wat ik nu kan doen is lekker douchen. Even rustig kamillethee drinken en helemaal relaxed worden. Ik kan geen laptop ook meer zien. Want als ik één motherfucking laptop zie, gooi ik hem zo door de motherfucking raam. En nog één keer controleren of hij er wel echt goed op staat. Nee, dat is hem niet. Huppatee. Even kijken hoor. Yes. Ik ben zo blij dat Nick de jongens mee heeft genomen even. Dat ik even een beetje adem kan halen nu. En even een beetje ga opruimen. Douchen, mijn kleren aan. Want waarschijnlijk gaan we vanavond bij een nieuw vegan restaurantje eten. Zo'n burgerzaakje. Daar heb ik echt super veel zin in. En dan neem ik super keihard veel wijn om dit te vergeten. Ik weet niet of ik wijn neem trouwens. Ik moet vanavond weer editen. Ik weet niet of dat handig is. Maar ja, we zullen zien. Ik ga nu even mijn haar wassen, want dit kapsel heb ik al denk ik een week zo zitten zonder te wassen. Dus dat ga ik nu doen. Hoe koud? Mijn haar stijl doen vandaag. Ik heb ze lekker gewassen. Oh, dat voelt het zo lekker als je haar hebt gewassen. Zo lekker fris. Even een beetje crème op mijn gezicht doen. Ik heb mijn gezicht niet gewassen. Dat doe ik vanavond namelijk. Maar hij is wel heel droog, omdat ik best wel warm heb gedoucht. Hier, twee stipjes zo. Kon je me gewoon in de camera praten. En zeggen hoe ik die moet doen. Stel, vingers scherp. En dat hij dat dan doet. Dat zou super handig zijn. Misschien een uitvinding. Met Mary Lou ideetje. I don't know. Dit apparaatje met een borstel. Er zit nog haar van mij in. Don't mind the hair. Maar anyways, die doe ik zo erop. En dan kam ik het uit. En is het helemaal stijl. Ik weet weer eens niet wat ik aan moet doen. Of course. Ik heb alles al bijna aangehad en ik weet het niet. Ik heb nu mijn witte blouse aan. Maar ja, dit is echt te koud. Ik zat hier te denken om zo'n laarsje hier bovenop aan te doen dan. Een hoog laarsje met een colbertjasje. En dan moet ik wel een panty eronder aan doen. Ga ik dat even proberen. Oh, ik heb haakjes in mijn nagel. Oké, ik heb nu één schoen aan. Maar wat ik stoor is dat je hier dat streepje ziet. Oh. Echt irritant. En dan weet ik dus niet of ik dit dan wel aan moet doen. Alleen omdat je dat streepje ziet. Lijkt te hoochie. Hoochie? Te hoochie. I'm too hoochie, baby. Nee, maar snap wat ik bedoel? Het is gewoon een beetje net even iets te sexy. En daar hou ik niet zo heel erg van. Oké, met mijn colbertjasje haalt het wel een heel groot gedeelte weg. Dus je ziet niet echt meer die inkeping die je net wel zag. Ik ga even mijn andere schoen aandoen. Alleen, ik heb ze nu naar binnen gevouwen, die laarzen. Yes. I'm happy, happy, happy. Al die kastdeuren dicht. Echt not human at all. Ik ben nu even de hond aan het uitlaten. En ik had even Nick geappt net om even sorry te zeggen, want ik was net echt een mega bitch. Omdat alles fout gaat en dan kan ik daar heel slecht tegen als alles fout gaat. Ben je dan ook zo chagrijnig. Terwijl ik heel lief en onschuldig uitzie, maar dat ben ik op dat moment dan echt niet. Oh, het is koud man. Het regent. Kijk mij nou even helemaal ingepakt zijn als een Eskimootje. Dus mezelf en dan de rest. Oeh, lekker. Is het lekker? Hoogsnoot, hè? Echt lekker. Oh. Ik heb spijt, ik had er ook eentje moeten nemen.
Want mijn camera zit in de zand. Nou. Ik doe even mijn mond. Nette ben je. Lekker. Wat alles wat je kan. Ik kom met tapas. Leuk. De Afrikaanse kas. Dit op de auto. Ben je er klaar voor? Ja. Kijk dan die pictogram. Dat is echt old school. Kijk die controller, dit is echt heel anders. En slaapt hij? Ja, hij gaat slapen. Hebben die lessen? Beren slaapt hij eindelijk. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet er geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier of hier te klikken. Ik weet nooit welke kant. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Het is tot aan kerst iedere dag vlogtime. Dus you know what to do. Just do it. Doei doei, tot mijn volgende video.